Ze vinden dat te veel mensen reizen. Dat een persoonlijk uitstootbudget al onze bewegingen moet gaan controleren. Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, omdat mensen misschien dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn. Ja, de hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog tegen het traditionele Europese leven. Tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze desinformatie noemen. Tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren.